Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Bunverzekeringen, Pets & Co, De Klussenier en De Smet Accountants en Adviseurs. We zijn klaar voor een machtig mooie avond. Hij is onderweg. Vicentje! Slokkers! Ik ben zo blij dat ik jou weer zie. Nou, neem het mij niet zo.
is de schoonste man. Oh, met name met jongens. Zo, nagelbeurte. Hey, hoe heet jij? Katinka. Dames en heren, Katinka! Hey, Katinka, heb jij een vriendje? Nou, een man, ben jij getrouwd? Ik ben trouwens niet leuk zitten hier. Ik ga het weer zingen in de stad, mijn stem, Livie! Hoe wordt het gaan? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, we rijden het hele land om het carnaval. Maar Vogelwaarde, het heeft eigenlijk al een speciaal plekje in mijn hart, want 3 jaar geleden was ik hier ook. Ja, de vrouwen hier, die zijn onwaarschijnlijk knap. Ik weet niet wat ze hier voor elkaar krijgen, maar altijd fijn om weer in Vogelpiek te zijn. Zal de gezonde Zeeuwse lucht zijn misschien? Misschien wel, ja, de geur van romantiek hangt hier in de lucht. Ja, nee. Ja. Je komt natuurlijk bij heel veel feestjes. Je hebt natuurlijk het mooiste beroep wat er is, van feestje naar feestje. Maar ja, groep, het is een soort uit de hand gelopen hobby natuurlijk, hè. Dat is wel veel mooier, toch? Ja, dat is zeker mooi, ja. Ja. Wat vond je nou het leukste vanavond? Ik moet je eerlijk zeggen, de reactie van het publiek was heel leuk. Normaal vragen we het aan de mensen en dan krijgen we dus reactie terug. Maar hier in Vogelwaarde, dan blaas je ze wat van het podium af. En dan, ja, dan kunnen wij ook gas teruggeven. Dat is superleuk, ja. En dat was ook geen probleem op het moment dat je losse veter hebt. Nee, er stond een meisje vooraan. Ze was wat blond, dus ik moest het wel even uitleggen en uitbeelden. Maar mijn veter ging los door het feestgedruis. En toen was er een meisje op de eerste rij. Als je kijkt, bedankt. Ja. Die deed mijn veter even vastmaken. Ja, bedankt daarvoor. Over 3 jaar zien we je terug? Nou, als het mij ligt volgend jaar. Ja, dan houden we voor zorgen dan toch? Regel het maar. Bedankt jongens. Hey. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Two Lights, Albert Heijn, Biesbroek Automation en Blijenberg Vassaart.